Taking Parcels, maar dan, voordat we dat doen, gaan we eerst eens even de train maps weer aanzetten. Tot ziens, Martijn, bedankt dat je was. Tot de volgende keer. Good morning, driver. You are taking a parcels train from Brighton bound for London Bridge. Parcels have already been loaded at the station, so may proceed when ready to your next station stop at East Croydon. During this scenario, you will be expected to stop at either the 4-car stop boards or the S-car stop boards, depending on which type station has. If you want hints to remind you which train, which board type to stop at the next station, press Control N. Okay. Nou, deze trein die kan op batterij rijden. We hebben vandaag een zeer, 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 zeer lange trein bij ons. Deze. Dit is een erg lange trein vandaag. Gevuld met parcels. Trein hype. Hebben ze erachterin. Even passages unloaden. Oftewel, de post. Nou, flink wat post vandaag. Loading has completed right away. Your next stop is Norwood Junction. Aim to stop at the 4-coach stopboard. Even wachten totdat de deurtjes dicht zijn. Dit is de class 419, die werd gebruikt voor pakketten en brieven en eerder werd die ook gebruikt voor koffers.
is in de Jaffa Cake livery. Dus bruin, oranje, lichtbruin. In de route komt ook deze trein mee. Ik weet even niet welke klas dit ook alweer was. Maar deze die komt ook tegelijkertijd mee. Dit is trouwens een losse DLC. Dus als jij deze nog niet hebt en je koopt deze trein, krijg je die er gratis bij. Pyrofreaks, goedenavond, welkom. Junction, NLE, Ben West, Sydenham en Forest Hill. Honor Oak, Broccoli, Crossgate en dan London Bridge Stopping Point. Het was iets, Leo, bedankt dat je er was. Oh, je bedoelt deze? Ja, die zit er gewoon tegenaan. Dus, Derling. Maar ja, dus deze trein, dit is een BEMU. Dus niet een EMU, maar een BEMU met een B ervoor. Je hebt ook een D voor diesel. Dit is de B voor battery. Oftewel, deze luikjes hier, die drie voorste luikjes, en aan die kant zitten gewoon batterijen in. Deze kan gereden worden in combinatie met gewoon passagierstreinen, maar er zitten ook wagons bij. Een parcels, een losse parcel van, een newspaper van. Die zit ook bij de Class 73 in. En je hebt ook losse waterwagons. Kant gaan ze open. Deze kant. Oh, weer flink volgestoot.
Nee, ik wil eruit. NLE, 1.14 miles. Een leuk klein treintje om mee te rijden. Klassiek Britse materiaal. Klein beetje goedkoop afgewerkt hier als je dat vergelijkt met de 205 van Armstrong. Maar het heeft zeker wel wat. Bedankt dat je er was en tot de volgende keer. Dat zal morgen waarschijnlijk zijn. Hè? Ik wil even wennen aan deze remmen van de trein, zeg. Poeh. Ik zou zeggen, kan er nog meer in? Oh jawel, ik kan helemaal vol worden gestouwd. Hier zit ook al lekker vol. Hier is het ook al lekker vol. Next stop is Penn West into stop at the Edge Coach Stopboard. Oké. Okay. Ik zeg MP3000 ervoor. Als je bovenleiding had, dan zeker. De scenario is wel gebaseerd in de tijd dat de MP3 dus volgens mij nog wel reed. We zijn in de jaren 80. Please, do not leave bags unattended. Dit is volgens mij zowat hetzelfde bericht als in Train Sim World. Alleen dan zegt, Matty heeft er toen een keer gezegd zo van hij wil hier iets mee gaan doen.
Maar dat werkt nog steeds niet. Dus dat zien we zo. Next stop is Sydenham. Aim to stop at the four coach stopboards. Luide bel. Je snel wat vaart maken, wat blok wat achter op schema. Daarna nog op Forest Hill, Honor Oak, Broccoli. New Cross Gates. En dan London Bridge. Hebben we er snel slam door. Right away, the next stop is Forest Hill. Aim to stop at the S-coach stopboard. Je ziet ook de ampère meter elke keer omhoog springen, dat is elke keer een resistor die open gaat. We hebben nu alle resistors zo wat open, dus... alle resistors weer dicht. Nou, dus weer even wachten.
Dan heb je nog een sneltrein. Next stop is Ono Oak Park, 1 to stop at the full coach stopboard. We zenden de achtervolging in. Als elke postzak 11 kilo is, reken maar uit. Ja hoor. Dit zijn geen postzakken. The next stop is broccoli. Eén te stop met de S-car stopboard. Nou, er zitten zeker meer dan 11 kilo in. We hebben een trein voor ons zitten. Mijl totaal. Rippunten. Iets te hard geremd. Bestaande.
Het is wel besmeurd, die muur. Right away, next stop is New Cross Gate. Aim to stop at the forecourt stopboard. Waar zijn we begonnen? En helemaal in East Croydon hier. Wij zitten op dit moment, zijn we deze lijn hier langs gegaan. Richting het noorden. Hier moeten wij heen. En dan up approach slow. Nog eentje en dan stoppen we daar. Op bij London Bridge. AWS alerts. In the bank. Travel insurance. Money in the bank. Oké, okay, de way out is die kant op, maar volgens dit bord weer die kant op. Typisch Engelse. Ah, het is niet echt druk. Only one more stop to go. There have been reports of signaling issues in the London Bridge area, so you may have to contact the signalman to request authorization. Pass some signals, press tab, aim to stop around 10 feet from the buffer stops. Oh, Rutger weer 7 uurtjes in de stream, dat is mooi.
zijn is weer rood. Next signal is red. Let's just cruise. Kijk, reflectie in het raam. Andersom. Dit heeft vergeten deze zijn een nummer te geven. Allebei 00. Dan moet even wachten tot de local service 3 weg is. En dan zijn we er eigenlijk zo wat. Elf wagonterrein, een 12 wagonterrein, 3x4. En we hebben single yellow. Gaan we rustig aan optrekken. De London Skyline is alweer aanwezig. Moderne Skyline. Op zich zou deze trein misschien ook wel leuk zijn op de backdated Northern, North London Line. Zeker dat wij tenminste de komende 3 scènes door kunnen rijden. Het zijn eigenlijk alle scènes.
Ja, ik moet bij de wissels nog even wachten. Jezus, wat een hoop achter elkaar. Maar er zit niks voor ons. De weg is vrij, dus als het goed is kan ik zo gewoon tap doen. Zullen we zo meteen zien. Ik mag het signaal voorbij gaan, de signal. Signal has been approved. Oftewel, bouw de melding er maar in dat je weet dat een signalfout kan voorkomen. Dat doet pijn. 37 punten. Oké, deze is denied. Gaan we heel langzaam kruipen naar voren. Dat is echt een grote bel. Een sterke bel in dit geval bedoel ik. Heel even wachten op deze service die hier zometeen langskomt, die heeft voorrang op ons. Echt luide bel. Kompje Freak, goedenavond, welkom. We hebben nummer 9. Lekker met 90 station knal. Nee, Victor.
Perron nummer 9. Terwijl dit perron. Maar mogen ook wel mijn 90 binnen knallen. Weet ik alleen niet of we op tijd kunnen stoppen. Welkom bij of in station London Bridge. Kijk, nog een parcels fan. Of een motorlucky fan eigenlijk. Gaat er alles zeker uit? It just disappears. Dat is die leeg, dan moet deze nog leeg. Train Simulator Academy. Master your machines. Oké, dat waren de enige twee. Nou, de enige uitgang is bij de kiosk of door de dichte deuren. We have arrived. Now let's see how you done. Scenario complete.